Mijn ambitie en mijn droom is dat wij in Nederland al activiteiten die we buiten in de leefomgeving maken, dat we die al digitaal en virtueel gebouwd hebben voordat we buiten aan de gang gaan. Zodat we uiteindelijk die gezonde leefomgeving krijgen waarbij natuur en mens goed in balans zijn. Het grote voordeel van digitaal bouwen is dat je de doorlooptijd van een heel project buiten verkort. Dat je eventuele fouten er al vroegtijdig uithaalt. Dat de faalkosten minder worden omdat er minder fysiek buiten getest moet worden. En daarmee is ook de hinder voor de omgeving veel beperkt. Veiligheid en gezondheid, daar begint het voor mij allemaal mee. Ik wil ook dat het in ons dagelijks handelen zit. En digitalisering kan een enorme versneller en ondersteuner zijn. Ja, we zijn hier in een van de landtunnels in Nederland, de Gasperdammer Tunnel. En je ziet een heleboel beton en brandwerende bekleding. Maar hier zit ook heel veel in wat je niet ziet. Er zitten 40 verschillende systemen in die helemaal in onderlinge samenhang werken om die doorstroming van de weggebruikers te kunnen garanderen. En ook de juiste handelingen te kunnen verrichten op het moment dat er een calamiteit is. Dan wordt de ventilatie opgeschakeld, dan worden de vluchtgangen ontgrendeld. En dat gebeurt met camerasystemen, met verlichting, met stilstanddetectie. En dat is nodig om die tunnel op een goede manier te kunnen gebruiken. Met elkaar ontwikkelen is ook met elkaar leren, is met elkaar fouten maken. Wij zijn als Heijmans daar stap voor stap mee bezig. Je moet denken aan bijvoorbeeld bandenspanningsmeter die we voor het programma Smartways in Brabant hebben aangelegd. En waarbij we hebben ingespeeld op het feit dat van alle ongevallen met vrachtauto's 40% komt door klapbanden of problemen met wielen. En daar hebben we in de infrastructuur een systeem aangelegd om die slappe banden te kunnen meten. Ja, en dat is geweldig mooi, want nu kunnen we en ongevallen voorkomen en chauffeurs tijdig waarschuwen. En minder brandstof verbruiken omdat die slechte banden eruit gehaald worden. Dus zo hebben we echt een bijdrage geleverd aan die doorstroming en veiligheid. Ja, we zijn hier bij de Beatrixlijst. De capaciteit is 50.000 schepen per jaar. Gaat 24/7 week in, week uit door. En je ziet hier de twee kolken die we helemaal gerenoveerd hebben. En hiernaast aan de oostkant ligt de derde kolk die we uitgebreid hebben. Wij gebruiken een heel digitaliseringssysteem om heel goed te meten wat de schuttijden zijn, zoals dat heet. Het nivelleren van het water. Om continu die doorstroming van de schepen goed voor elkaar te kunnen houden. En ook alle systemen in de deuren optimaal te laten samenwerken. En als daar eventueel slijtage optreedt of een lichte verstoring is, dat we die tijdig zien aankomen en hinder voor de scheepvaart kunnen voorkomen. Nou, data is de nieuwe bron. Daar moeten we wel op een ordentelijke manier mee omgaan in termen van cybersecurity. Maar de truc vooral is om alle data die we hebben goed te verbinden met onze vakkennis. Want als we de juiste verbindingen leggen tussen de verschillende datastromen en datareeksen, dan kunnen we er waarde uit creëren. Dus bijvoorbeeld, we hebben B-Sense en daar kunnen we de bezetting van gebouwen meten, het klimaat in het gebouw goed te kunnen beheersen. Dus dat zijn concrete voorbeelden. De toekomst biedt vele kansen. En is ook in zekere zin ongewis, wat het ook weer leuk maakt. Maar de droom is echt dat voordat wij fysiek buiten aan de gang gaan, al helemaal digitaal, virtueel, gebouwd, getest. En dan weten we dat we met minimale hinder een bijdrage kunnen leveren aan die gezonde leefomgeving.